Goedemiddag. Dank u wel, Catherine en de vereniging, voor de uitnodiging. U hoorde het net zeggen, ik bestudeer irrationalisme. Ik ga het vandaag hebben over de vraag waarom ook verstandige mensen in kwakzalverij geloven. Maar dat is eigenlijk een relatief klein onderdeel van een hele waaier natuurlijk aan vormen van irrationalisme waaraan wij te prooi kunnen vallen. We hebben daarnet al, de hele dag al meerdere voorbeelden gehoord natuurlijk. Ik ben voor mijzelf daar zo blijven aan vasthangen aan dat onderwerp door vast te stellen dat wij aan de ene kant wel vrij veel onderzoek doen naar de vraag hoe komt het dat we zo slim zijn. Hè? In psychologie, vergeleken met andere dieren, zijn wij toch buitengewoon verstandig natuurlijk. Wij vliegen naar de maan enzovoort. Wij doen ongelooflijke dingen met ons verstand. We hebben die hele informatica-ontwikkeling gehad, waarin dus cognitieve vermogens moeten nagebootst worden. Daaruit blijkt ook hoe bijzonder wij toch wel zijn, hoe die circuits allemaal werken. Maar wat veel minder bestudeerd is, is dus irrationalisme. Nochtans is dat alomtegenwoordig. Je kunt daar eigenlijk niet omheen. Over het algemeen zijn wij geneigd om te doen alsof dat daar ergens bij hoort. En dat vind ik zeer bizar, om eerlijk te zijn. De vorige spreker verwees naar zijn zoontje dat in Sinterklaas gelooft. Wel, dat is bij mij zo iets wat een paar decennia geleden mij is beginnen opvallen. Dat is een raar geloof, als u daarbij stilstaat. Ik geloofde daar zelf ook in, moet ik u bekennen, toen ik een kind was. Ook in de paasgazen en dat soort zaken zo. Dat is heel bizar. Ik was geen psychiatrisch gestoord kind. Ik was ook niet achterlijk of zo. Ik deed het vrij goed op school. Maar ik geloofde in Sinterklaas. Ik ben daar niet beschaamd over of zo. Hè? Maar het is mij wel op een bepaald moment beginnen verwonderen. Hoe komt dat eigenlijk? Dat wij in dit soort absurditeiten, als u daar even over nadenkt, kunnen geloven. Dan kun je zeggen, je was een kind. Ja, zo wat? Wat heeft dat ermee te maken? En ze ook een kind zou kunnen doorhebben, dit is absurd wat u mij nu vertelt. Ja? Ik denk dat de fundamentele reden hiervoor, en we dragen dat ons hele leven mee, want je groeit wel uit je Sinterklaasgeloof, neem ik aan. Hoewel ik mij kan voorstellen, mochten we dat experimenteel kunnen, kan nu helaas niet om ethische redenen, hè, maar als je iemand in dat soort beliefs zou willen vasthouden, dat best zou kunnen lukken. Mensen geloven wel in extremer zaken, absurder zaken, dan het geloof in zoiets als Sinterklaas. Zo onredelijk is het nu ook weer niet, vergeleken met allerlei andere voorbeelden. Ja. Maar ik denk dus dat de fundamentele reden is dat wij, als je dat evolutionair bekijkt, dat wij niet ter wereld komen als kritische, sceptische geesten. Wel in tegendeel. Kritisch denken is zeer moeilijk. Daar zal ik over praten. Dat is iets wat je moet verwerven en eigenlijk iets wat je levenslang moet bijhouden. Je kunt nooit zeggen, ik lees een paar boeken en dan kan ik het wel. Dat gaat niet. Het is zoals uw gezondheid of een taal leren of zo. Dat stopt eigenlijk nooit. En je kunt altijd kwetsbaar blijven om fouten te maken. Ik denk dat er ook in mijn hoofd en in dat van jullie ook zullen wel een aantal opvattingen zitten die eigenlijk niet houdbaar zijn. Maar ik kan die bij mijzelf niet zomaar zien. Dat is ook heel bizar. Als ik in de spiegel kijk vanavond en me afvraag, wat zit hier nu in dat hoofd dat er echt wel uit moet? Dat gaat niet. Ik zie dat wel bij anderen. Dat is niet zo moeilijk. Ja. Maar bij mijzelf niet. En dat is een onderdeel van het probleem. Maar dus meer fundamenteel, denk ik, wij komen niet ter wereld als kritische geesten. We hebben daar niet de aangeboren vermogens toe, als ik dat zo mag zeggen. En hoe komt dat? Dat ligt een beetje voor de hand, denk ik. Als ik u even met een verhaaltje mag meenemen naar de savanne 50.000 jaar geleden, 100.000 jaar geleden, en er loopt daar een kind rond, een kind van een jaar of 8 of zo, Jantje. En Jantje gaat normaal, als het lekker weer is, zwemmen in de rivier daar met zijn vriendjes. En op een bepaalde dag zegt mama, de mama van Jantje aan Jantje, Jantje, nu niet gaan zwemmen in de rivier, want er zijn krokodillen gesignaleerd. En dan zegt Jantje aan mama, ik ben een onafhankelijke kritische denker.
Ik zal dat zelf wel proefondervindelijk empirisch gaan vaststellen. Ik geloof niet in gezagsargumenten en zo. Ja, u begrijpt, wij zijn geen nakomelingen van Jantje. Wij zijn nakomelingen van kinderen die zeiden, oké, mama. En dat is prima natuurlijk, want krokodillen zijn gevaarlijk. Maar de dag nadien begint mama iets te vertellen over de paasgazen en Sinterklaas en zo. En dan zegt Jantje ook, oh, ja. Oké, interessant. Zo'n man die enzovoort. Dus wij geloven dat allemaal min of meer op dezelfde manier. Het goede en het absurde. Je kunt daar als kind niet zomaar onderscheid in maken. En als volwassene dus ook niet zomaar. De voorbeelden van daarnet tonen dat ook aan. We doen helemaal fout aan risico-inschatting enzovoort. Dat komt niet natuurlijk tot ons. Dus dat is eigenlijk wat ik u vooraf even wou... Ik word altijd een beetje geïnspireerd door de lezingen vooraf. Dat is een goede zaak, neem ik aan. Nu, waar ik het niet zal over hebben, dat ga ik ook eerst even toelichten kort. Dat is over, en de vorige spreker alludeerde daar in zijn context ook al even op. Dat is over die mensen die we eigenlijk als criminelen moeten beschouwen. Ja, dus die kwakzalvrij verkopen, beoefenen. Die er eigenlijk dan misschien niet echt zelf in geloven, alhoewel dat die grens soms dun is. Maar die gewoon de boel belazeren en die gebruik maken, misbruik maken van wanhopige mensen. En je begrijpt ook wel waarom wanhopige mensen daar geloof kunnen aan hechten. Ergens begrijp je dat wel. Mijn helaas recent overleden vriend Wim Betts, die meerdere onder jullie ongetwijfeld nog gekend hebben, die zei soms dat wanhopige mensen zich op alles hun vertrouwen kunnen stellen, zoals mensen die verdrinken zich aan alles zullen vastklampen, zelfs aan een krokodil. En dat is wat er in deze wereld van de kwakzalvrij natuurlijk ook vaak gebeurt. Als je terminaal ziek bent en zo, dan geef je je laatste cent uit aan een therapie in China of zo, waarvan je wel weet, ja, kom aan. Maar you never know. Dus dat is ergens menselijk, dat begrijpen we wel ergens. En dat daar misbruik kan van gemaakt worden, dat natuurlijk ook. Maar dat is niet waar ik zal over spreken. Ik ga het over meer subtiele aspecten hebben van onze kwetsbaarheid, ook die van mij en u dus, om in allerlei vormen van irrationalisme te geloven, hier toegepast dus in wezen op kwakzalverij. Oké. Sommige mensen zijn geneigd om te denken dat het simpelweg met domheid heeft te maken. Nu is het niet zo makkelijk om te definiëren wat domheid is. Wat is dat eigenlijk voor iets? Ik doe ook soms domme dingen, maar als ik erover nadenk, dan was ik misschien gewoon verstrooid. Of ik had iets letterlijk niet gezien, het zat in mijn blinde vlek of zo. Of ik was gefocust op iets anders. Of het werd ambigu geformuleerd of zo. Dus ben ik dan dom geweest of zijn er allerlei andere zaken aan de hand? Dat is nog niet zo simpel. Dus ik vind het veel te kort door de bocht en het geldt ons eigenlijk ook niet vooruit. Als we dus beweren, ja, mensen geloven in kwakzalvrij omdat ze er simpelweg te dom voor zijn. Of in andere vorm van irrationalisme. Dat is over het algemeen niet zo'n geweldig goede verklaring. Nu sluit ik niet uit dat het voor sommige voorbeelden een verklaring kan zijn. Ja, er zullen wel domme mensen zijn. Hoewel ik dus niet zo geweldig goed weet wat dat betekent. Mensen als soort zijn zeker niet dom. Integendeel. Ik denk dus dat we eerder ons moeten de vraag stellen, welke psychologische mechanismen hebben we die ons bijna vanzelf de mist induwen? Of je nu dom bent of slim bent, doet er niet toe. Ik zal u misschien al dit zeggen. Als je dom bent, ben je kwetsbaar voor vormen van irrationalisme. Dat is waar. Maar als je slim bent, ook. Daar ga ik een punt van maken. Een verschil is wel, als je dom bent, val je voor niet zo geweldig gesofisticeerde vormen van irrationalisme. Maar als je slim bent, ja, dan val je voor de ingewikkelde vormen van irrationalisme. Ja, je hebt gewoon meer verstand nodig om daarvoor te kunnen vallen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak hier. Nu, ik ben niet de eerste die zich daarmee bezighoudt. De meesten onder jullie, de vereniging, houdt zich daar natuurlijk ook mee bezig. Maar zoals ik al zei, eigenlijk doen we er nog altijd veel te weinig onderzoek naar. Dit is een prent uit de 18e eeuw, wat ingekleurd door William Hogarth, een Britse kunstenaar uit die tijd. En die prent heet Credulity, Superstition and Fanaticism. En ik vind dat spreekt mij ontzettend aan. Zo iemand die in zijn tijd zegt, kijk, dit zijn de beliefs van mijn tijdgenoten
En ze slaan nergens op. Ja, en heeft er zo een aantal verzameld. Ik ga ze niet allemaal bespreken. Maar u ziet hier bijvoorbeeld onderaan links een dame liggen. En die is aan het bevallen van konijnen. Een soort broodje-aapverhaal uit de 18e eeuw. En mensen geloofden dat. Dat was Mary Toft, hè, dat is door hedendaagse auteurs ook wel wat bestudeerd. Mary Toft, en helaas, die dame kon dus geen kinderen krijgen, alleen maar konijnen. Er waren wel degelijk mensen die daar geloof aan gechten. Net zoals mensen vandaag de dag aan allerlei vergelijkbare verhalen geloof gechten. Ja. Dus het is natuurlijk van alle tijden, maar een sprankeltje hoop dat ik wel heb is... Het is misschien ook van alle tijden dat er mensen zijn die er kunnen op wijzen. Van kijk, dit is toch absurd, waar wij allemaal niet kwetsbaar voor zijn. Blijf nog even hangen bij die zogenaamde domheid. Het speelt natuurlijk wel ergens een rol. Dit artikel verwijst naar het zogenaamde Dunning-Kruger-fenomeen of effect. Ik weet niet of u dat kent. Er zijn dus twee psychologen die nog niet zo lang geleden daar een studie hebben over gepubliceerd en... Dat heeft aanleiding gegeven tot ja, allerlei andere studies ondertussen reeds. En het Dunning-Kruger-effect gaat over het feit dat er mensen zijn, en relatief veel mensen, die denken dat ze zeer bekwaam zijn in iets, grote expertise hebben, alles erover weten enzovoort, maar het tegendeel is eigenlijk het geval. Maar zij weten dat zelf niet. Ik vind dat op zich wel heel fascinerend. Hè? U heeft misschien al gekeken naar zo... Holland Got Talent of America Got Talent, u kent dat zo. Dan zijn daar soms mensen die ervan overtuigd zijn dat ze kunnen zingen, bijvoorbeeld. Kent u dat fenomeen? En ze zingen abominabel slecht, werkelijk onvoorstelbaar slecht. Het is eigenlijk vernederend dat men die mensen op een podium brengt enzovoort. Ze zingen ongelooflijk slecht, maar zij weten dat zelf niet. De hele zaal heeft dat na één seconde door. Ja, dit. Maar zij zelf niet. En vaak staan die ouders dan zo in de coulissen... En die snappen het ook niet. Ik heb zo'n filmpje bewaard, zo, waar een moeder zo tegen die presentator achter de coulissen zegt zo... Ja, she's a bit nervous now, but normally she can do even better. En het is onwaarschijnlijk slecht. Dus er is zo'n soort besmettingsmechanisme ook, waarbij dus ouders bijvoorbeeld... En u kent dat fenomeen natuurlijk. Ook niet zien wat er aan de hand is. Net zoals dat het geval is met vormen van irrationalisme. Dat is besmettelijk. Je kunt daardoor geïnfecteerd worden. En anderen gaan aansteken. Ja. Dat is een heel kwalijk mechanisme. Dus ja, die Dunning-Kruger-club, als u daarin zit, dan weet u het niet. Hè. U snapt de logica daar. Hè. Ja. Die grafiek is dus als volgt te begrijpen. Mensen die 100% betrouwbaarheid hebben in hun kunnen, zijn over het algemeen die mensen die... er eigenlijk niks van af weet. En hoe meer je leert, hoe minder je vertrouwen wordt. Tot op een bepaald moment weet je echt heel veel. En dan terecht natuurlijk stijgt je vertrouwen weer. Als je een echte expert bent, ja, dan zegt u... Ja, ik heb toch redelijk goed vertrouwen in mijn expertise. En dat is min of meer, ja, gemiddeld genomen, niet onterecht. Maar iemand die er echt niets van af weet... Zoals u ziet, die heeft nog een pak meer vertrouwen in zijn kennis dan jij, de grote expert. Het is heel bizar hè, dat bestaat. Dus dat ga ik niet ontkennen. Ook niet dat de menselijke lichtgelovigheid niet lijkt te verminderen. Het is natuurlijk zeer moeilijk om dat te meten. Net zoals, kijk, in aansluiting op de vorige spreker, hoe zou je het risico inschatten dat wij besmet worden met een irrationeel idee? Ik kan dat niet zo goed inschatten. Aan de ene kant zou ik zeggen 100%, hè? Want onze breinen zijn daar heel vatbaar voor. Maar het kan natuurlijk zijn dat u persoonlijk nogal sterk geïmmuniseerd bent, wie weet, en dat het u dus niet zal overkomen. Hè? Maar zeker is dat niet. Ten opzichte van die print van William Hogarth van daarnet, 18e eeuw, als u aan die man zou vragen, gaan de mensen in de 21e eeuw nog altijd zo vatbaar zijn, credulity, superstition, fanaticism? Ik denk dat die man zou zeggen nee. Als een 18e eeuwse verlichtingsdenker. Mensen worden slimmer, intelligenter, kritischer, meer wetenschap. Dat gaat verdampen, dat zal verdwijnen. Ik ben daar wat sceptisch over. Omdat ons brein nog altijd net hetzelfde is. We geloven niet meer in konijnenbarende vrouwen. Maar ja, er zijn andere dingen in de plaats gekomen. Niet waar? Dit bijvoorbeeld is een oude reclame, zoals u ziet. Ja, voor kale mannen om hun haar te laten groeien. U zou denken, ja, dat
we weten toch wel beter nu, niet waar? Maar kijk, dit is een moderne versie. En ja, ik kan zo heel veel voorbeelden geven. Ik moet wel toegeven waarom deze man dat dan precies zou nodig hebben. Weet ik eigenlijk ook niet, maar de wegen van de reclame zijn voor mij soms ook vrij ondoorgrondelijk. Hè. Kijk, dit soort, laat ik het nu noemen, irrationeel gedrag, wat we hier nu zien. Ja, het internet is daar vol van natuurlijk. Hè. Je moet opletten dat je daar niet te veel tijd aan verspilt als je intypt people doing stupid things of zo. Hè. Voor mij is dat mijn onderzoek, maar voor jullie, ja. Jullie hebben waarschijnlijk andere dingen te doen. Maar je kunt dus talloze van dergelijke voorbeelden vinden, hè. Waarbij je afvraagt, ja, hoe is het mogelijk? Kijk, ja, ik begrijp dat u lacht, ik begrijp dat zeer goed. Maar waar ik nu naartoe wil, is erop wijzen, en daarom geef ik een dergelijk voorbeeld, en dit ook. Ik erken, dat ziet er niet zo snugger uit, dat erken ik. Maar tegelijkertijd moet ik u vragen om daar even bij stil te staan. Eigenlijk moet je tamelijk intelligent zijn om zoiets te bedenken. Maar misschien, het vorige plaatje is misschien duidelijker op dat punt. Kijk, stel u voor dat u aan het wandelen bent in de haven of zo en u ziet 4 honden zoiets doen, omdat daar wat voedsel ligt of zo. Ja, dat zijn geniale honden, hè, die zoiets zouden bedenken. Dat is ondenkbaar, zelfs chimpansees. Slimme dieren komen daar niet op. Zit Frans de Waal in de zaal? Ik hoop van niet. Maar mensen, wij steken daar met kop en schouders bovenuit. Dat is niet te ontkennen en ik wil niks negatiefs over dieren zeggen natuurlijk. Maar dit is een typische oplossing voor een probleem dat door mensen wordt bedacht. Daar moet je heel slim voor zijn in een bepaald opzicht. Maar het leidt dus ook tot dat soort zaken. Ja. Dit is voor mij bijna een metafoor voor onze situatie. We doen met ons verstand niet zo geweldig snuggere dingen. Ja. Ook mensen met een hogere opleiding natuurlijk. Hè. Ja. De vereniging tegen kwakzalverij kan ons natuurlijk duizenden voorbeelden geven. We hebben er deze namiddag ook al gehoord. Maar kijk, een dokter, hè, een arts. Dit was een van de meer extremere voorbeelden die ik kon vinden. Ja. Homeopathische soundwaves tegen ebola enzovoort. Bon. Is die dokter dom? Ja, dat zou mij verwonderen, hè, want kun je dom zijn en dokter worden? Ja, er moet daar ergens in de laatste van de klas geweest zijn, dat weet ik ook zo. Die toch afgestudeerd is, ja, dat moet ieder jaar zo zijn. Hè. Met piloten ook en zo. Hè. Ja, dat is een beetje een onprettige gedachte, hè, maar goed. Maar u snapt wat ik bedoel, normaliter ben je niet dom als je arts wordt. Toch doen artsen soms, ja. Hele rare dingen, laat ik het sympathiek uitdrukken. Ja. De logica die daar in essentie achter schuil gaat, beschrijf ik als volgt. U kent het spreekwoord, wie een put graaft voor een ander valt er zelf in. Maar dit is mijn spreekwoord, wie een put graaft voor zichzelf geraakt er moeilijk uit. Ik bedoel het volgende. Stel dat je een raar idee opdoet, een irrationele opvatting. Iets wat echt niet klopt of toch vanuit wetenschappelijk oogpunt zeer dubieus is. Maar je bent daar op een of andere manier toch door overtuigd geraakt. Hoe dat kan, daar kom ik nog op terug. Dus dat nestelt zich in uw brein. Maar het is een rare opvatting. Het effect is dan dat je dat ergens wel weet dat het wat bizar is. Als arts weet je wel dat homeopathie en al die dingen, dat, je weet dat ergens wel. Maar je hebt door een anekdotische ervaring in uw spreekkamer een positief resultaat gehad dat u verwonderde misschien in eerste en dat ja, er zit misschien toch wat in. We hebben over placebo-effect al gehoord enzovoort enzovoort. Dus u gaat daar wat op door. Dan kunt u dus ja, bevestigingsvooroordeel, confirmation bias, je krijgt zo nog een patiënt, die werd het ook en zo. U kent die dynamiek. Eigenlijk graaf je dus jezelf dieper de put in. En daarna wordt het erger. Want er komt dan een collega langs, of een vriend of zo, die u zegt, maar enfin, hoe is dat nu mogelijk? Je gaat toch niet in homeopathie geloven? Ja, maar ja, ik heb goede ervaringen en zo. En er ontspint zich een discussie. En als je slim bent, weet je dus slimme argumenten te bedenken. Die collega van u zegt, ja, je weet toch, meta-analyses, Ariller en daar enzovoort. Maar dan zeg je, ja, maar er was daar ook die studie. En je weet toch over fraude in de wetenschap? En hoe groot was die steekproef?
Je bent slim, dus je vindt goede argumenten om vast te houden aan je opvatting. En hoe slimmer je bent, hoe beter je dat kunt doen en eigenlijk hoe dieper je jezelf de put indraait. En jij weet dat niet. Je denkt, ik doe het hier goed. Want hij weet niet meer wat zeggen, mijn tegenstrever, bij wijze van spreken. Het zou zelfs kunnen dat inderdaad die met u in discussie ging, dat hij zei, ja, ik weet het ook niet meer, hij zal dus wel gelijk hebben en die springt de put in met u. Dan zit je daar al met twee enzovoort enzovoort. En dan raak je daar niet meer uit. Ja, dus dit is heel kort natuurlijk misschien de essentie van de logica. Dus ook verstandige mensen kunnen daarom domme dingen doen en zich met slimme argumenten, en daar moet je slim voor zijn om ze te bedenken, steeds dieper en dieper de denkput, we gaan ervan uit dat ze fout zijn dus, ingraven. Oké. Dus expert zijn is niet noodzakelijk iets wat u beschermt. Je kunt ook als expert onvoorstelbaar stomme fouten maken. Enfin, stom in een losse betekenis van het woord. Hè. Ik zou u voorbeelden kunnen geven uit dit boek hier, zoals, ja, heel kort zo, iemand die de Beatles wegstuurde in 1962. Hey, we don't like their sound. Groups of guitars are on the way out, hè, bijvoorbeeld. Ja. Of Thomas Watson, het hoofd van IBM, die zei, I think there is a world market for about 5 computers, enzovoort. Ja. Een heel boek, hè, heel, heel leuk om te lezen, dat soort blunders opleist. En er zijn er natuurlijk veel meer. Maar ergens is dat niet helemaal fair, want dat kan ons dus allemaal overkomen. Hè. Dit zijn fouten, oké, fouten. En jammerlijke fouten, hè. Als je een platencontract niet aan de Beatles hebt aangeboden, ja, bon, daar krijg je waarschijnlijk een beetje spijt van dat soort dingen. Maar het verklaart niet waar het mij hier in essentie om te doen gaat. De voorbeelden waar ik aan denk, zijn dramatischer als het ware en psychologisch veel subtieler. Zoals Arthur Conan Doyle, een arts, bedenker van de Sherlock Holmes-verhalen en de figuur van Sherlock Holmes, kent u, hè? De logica, de feiten, onderzoek enzovoort. Je bent een briljante schrijver als je Sherlock Holmes kunt bedenken. Maar Conan Doyle heeft ook dit boek geschreven, links, The Coming of the Fairies, hè? Daar zijn de elfjes, zoiets. En hij geloofde echt dat elfjes bestaan, of bestonden. Op basis van een aantal foto's, u ziet er hier twee elfjes en kaboutertjes. Ik heb dat boek gelezen, dat is een zeer intelligent boek. Enfin, zeer intelligent, ja. Het is intelligent geschreven. Het is niet iemand met een psychose of een of andere psychiatrische aandoening of geen dom persoon. Integendeel, Arthur Conan Doyle was buitengewoon intelligent. Maar hij draaide zichzelf de put in en hij schreef er zelfs een boek over. Ja, en dan, ja, als je een boek over iets geschreven hebt, dan is het verloren, hè? Want dat is zo'n inspanning, daar raak je niet meer van af. Dat is heel moeilijk. Sommige mensen zeer uitzonderlijk kunnen dat. Bertrand Russell bijvoorbeeld, ja, die schreef vele tientallen boeken en elk nieuw boek legde niet uit wat er allemaal fout was in het vorige boek. Op de duur is dat ook een beetje vervelend. Maar de meeste mensen kunnen dat niet. Hè? Ander voorbeeld, u herkent hier een vervalsing, geschilderd door Han van Meegeren, de leerlingen van Emmaüs. Maar de grote Vermeerkenner, professor Abraham Bredius van de Universiteit van Amsterdam, die noemde het in het artikel dat hij erover schreef de mooiste Vermeer die hij ooit gezien had. Hoe is zoiets mogelijk? Hè? Ja. Nog een voorbeeldje. Dit is Hugh Trevor Roper. En die verklaarde de valse dagboeken van Hitler, die aangeboden werden door een vervalser dus aan het Duitse weekblad Stern, als authentiek. Ze hadden hem ingehuurd als expert, hè, voor ze... Ja, je moet een beetje opletten, hè. Maar hij zei, het zijn de echte dagboeken van Hitler, geen twijfel mogelijk. Ja, u begrijpt, dat was dus niet waar. Hè. Dus Hugh Trevor Roper, Bredius, Arthur Conan Doyle. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die dus diep de put intuimelen. Nu moet ik u even vragen, dit is belangrijk. Toont dat aan dat dat slechte experts zijn? Bijvoorbeeld Bredius, bijvoorbeeld Trevor Roper. Dat waren top-experts, hè. Zo werden ze toch beschouwd in hun vakgebied. Bredius was echt een grote kenner van de 17e eeuwse kunst van de Nederlanden. Toont dat hij het verschil niet zag tussen een echte Vermeer en een vervalsing van Han van Meegeren, toont dat aan. Ah, blijkbaar was hij toch niet zo'n goed expert. Nee, hij was effectief, authentiek, een zeer goede expert. Wat het wel aantoont, is dat ook experts vatbaar zijn om diep in de put te vallen. Om te blunderen, hè? Dat is de essentie. Goed. Wat zijn de kernredenen nu? Hoe komt dat nu?
Het is dus niet zomaar domheid. Het is niet zomaar niet goed geïnformeerd zijn. Dat zijn het soort zaken waar mensen zo makkelijk intuïtief bijna aan denken. Nee, er zijn lastiger kwesties en ze werken vaak samen. Niet per se allemaal tegelijk, maar toch meerdere. Zoals de kracht van anekdotiek, het feit dat wij de wereld intuïtief benaderen, en ik heb er eens nog een aantal opgelijst, het gaat een beetje verder. We zijn statistisch ongeletterd, we denken dat het natuurlijk het goede is, enzovoort. Er zijn allerlei zaken die een rol kunnen spelen. In de tijd die ik nog heb, ga ik er een paar uitnemen om te illustreren. Anekdotes zijn zeer riskant, maar dat kent u allemaal. Hè. Daar moet u dus ontzettend van opletten. Hè. Dit is ironisch bedoeld natuurlijk, dat snapt u. Dit bijvoorbeeld niet. Hè. My son is evidence of harm of vaccinatie. U bent allemaal wel vertrouwd met het probleem. Ja, iemand die zoiets vast denkt te stellen bij haar eigen kind, ja, die krijg je nooit meer van die idee af. Die is bij wijze van spreken verloren, als ik het zo mag zeggen. Ik ga er even vanuit dat ze dus het niet juist geeft. Hè. Maar als je zo één geval hebt, zeker iets waar je ja, emotioneel bij betrokken bent, dan is één geval voldoende ja, bewijs, tussen aanhalingstekens, voor uw stelling. Maar daar zijn wij allemaal kwetsbaar voor. Dat staat ook op mijn lijstje. Wij denken niet automatisch, en ook artsen niet, in placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde dubbelblindproeven. Daar denkt u niet automatisch aan. U heeft daar die patiënt voor u. Je probeert eens dit, je probeert eens dat, je probeert eens iets alternatief en verdomd. Hij rapporteert beterschap. Dan moeten uw alarmbellen gaan rinkelen. Ja, om redenen die u denk ik wel kent. Dit is een van de makkelijker aspecten. Hè. Dit is moeilijker. Dat is het intuïtieve. Staat ook op mijn lijstje. We benaderen de wereld intuïtief. Ook hoger opgeleide mensen, hè. Ook mensen met een diploma in de fysica enzovoort, kunnen toch, psychologen zijn daar goed in, als ze een beetje onder tijdsdruk staan, toch fouten gaan maken. Omdat uw intuïtieve benadering van de werkelijkheid zich bijna vanzelf opdringt ten koste van de wetenschappelijke inzichten. Ik geef u hier een simpel voorbeeldje. De dame die de prijs kreeg, verwees naar Copernicus, maar het is opgemerkt daarna, ja, verkeerdelijk. Hé. Inderdaad, de oude Grieken wisten al dat de wereld of de aarde bolvormig is, Aristoteles bijvoorbeeld. Eratosthenes heeft zelfs de omtrek min of meer berekend. Hè. Maar ze dachten wel bijna allemaal dat ze centraal stond in het universum. En er waren ook wel nog altijd veel Grieken die dachten dat ze plat was. Hè. Aristarchus van Samos was een uitzondering, die dacht, ja, misschien draait de aarde ook wel rond de zon. Ongelooflijk, hè. Maar het is pas bij Copernicus dat het zich opnieuw heeft, dat opnieuw is opgedoken, dat idee. Maar dus zelfs de oude Grieken dachten allemaal op Aristarchus' naam dat de wereld centraal staat in het universum. Net zoals de gedachte dat de wereld plat is, is dat een intuïtief aantrekkelijke gedachte. Je hebt daar dus geen christelijke indoctrinatie voor nodig, bijvoorbeeld, om dat te denken. Stel je even voor, u bent een kind, er is geen wetenschap in uw cultuur, men weet niet wat de vorm van de aarde is. Maar u bent een slim kind en u begint daar spontaan zelf over na te denken. Tot welke opvatting komt u? Komt u tot de opvatting dat de aarde bolvormig is en dat er aan de andere kant ook mensen leven? Ik denk het niet. Dat de aarde ronddraait aan hoge snelheid, rond haar as en rond de zon aan gemiddeld 30 km per seconde. Is dat waar u vanzelf opkomt zo? Jantje, die niet ging gaan zwemmen, weet u nog? Ik denk het niet. Nee, de aarde is plat en ze staat stil. Kinderen nu, als die leren of zien, een wereldbolletje op hun kamer of zo, en daar beginnen over na te denken dat de aarde eigenlijk rond is, slimme kinderen, die snappen dat niet meteen. Die vragen zich af, ja, daar onderaan, waarom valt men daar niet af? En ze gaan dat aan hun mama vragen en die zegt, ah jongen, dat is de zwaartekracht en zo. Mama heeft nog wel ja, fysica gehad, zo, de zwaartekracht. Hè, of misschien zegt ze iets over ruimte-tijdcontinu of zo. Ja. Oké, de zwaartekracht, ja, ja, ja. Ergens, oké. Ja. Maar het is een slim kind. Hè. Dan vraagt dat kind, ja, maar hoe zit dat dan met die mensen daar in Australië en zo? Hangen die dan omgekeerd zo, met hun hoofd naar beneden? Of als wij naar daar vliegen en we stappen uit, gaan wij dan ook zo naar beneden hangen zo? Dat moet toch zo zijn? Niet waar? Intuïtief? Gezond verstand? Dan zegt die mama ook nee. Nee, 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 dat is daar eigenlijk zoals hier. En dat kind vraagt, ja, hoe zit dat dan? En dan zegt die mama, vraag het aan uw papa.
want reed zij veel. En die papa weet het natuurlijk ook niet. En u weet het ook niet en ik ook niet. Het beste wat ik kan zeggen is, ons brein regelt dat zo voor ons. Dat dat lijkt alsof het is, plat en stil enzovoort. Maar dat is erg contra-intuïtief, nietwaar? Ja, dit kent u misschien. Het zou wel kunnen, moet ik u bekennen, dat dat een grap is gemaakt door, ja, niet iemand van de Flat Earthers, maar goed. Oké. Okay. Dus het zijn onze cognitieve vermogens zelf die ons makkelijk de put insturen. Dus je moet niet dom zijn, hè? Al kan dat helpen. Maar het gaat vanzelf. Uw normale, intuïtieve denkprocessen duwen u de put in. We hebben geen brein dat geëvolueerd is om tot objectieve waarheid te komen over allerlei zaken, hè? Waarschijnlijk doen we het redelijk goed over zo hele directe dingen. Zo. Hele directe dingen. Kan ik die vertrouwen? Zit die achter mijn vrouw aan? En zo, ja. Is dat een gevaarlijke hond? En is dit een eetbaar dier? En zo? Daar zijn we niet zo slecht in. Maar wat is de zon eigenlijk? En waar komen wij vandaan? En hoe oud is het heelal? En zo? Als u dat intuïtief benadert, bent u totaal verloren. Ja. Steven Pinker drukte dat zo uit. Humans today rely on cognitive faculties that worked well enough in traditional societies, but which we now see are infested with bugs. Daar komt het in essentie op neer. Ik geef u heel snel een voorbeeldje. Om duidelijk te maken hoe vlot dat fout loopt. Sommigen zullen dat verhaaltje kennen. Het is al heel oud. Ja? Maar zelfs als u het kent, vergeet u toch het antwoord. Dus het vraagstuk is, je hebt een schaakbord, je begint met een rijstkorreltje op vakje 1 en dan verdubbel je altijd. 2 rijstkorreltjes op vakje 2, 4 op het derde, 8 op het vierde enzovoort. Hoeveel rijstkorreltjes in totaal na 64 vakjes? Ja, eigenlijk moest dit blanco gebleven zijn, maar goed, u ziet het hier al staan. Maar als ik u vraag, had u zoiets ingeschat? Als u eerlijk bent, zegt u natuurlijk nee, nee. Je kunt dat getal met moeite uitspreken. Het is dus 18 en zoveel triljoen. Dat is een getal dat u met moeite kent. Ik spreek hier ook voor mijzelf natuurlijk. Dus dit is totaal contra-intuïtief, dat je zoiets kunt bekomen. Ja. Maar aantoonbaar wel juist. Okay. Ik pik er nog een paar zaken uit, als ik nog mag, die dus het mogelijk maken dat we in denkputten terechtkomen en dat we dus iets gaan geloven wat eigenlijk kant nog wel raakt, zelfs gevaarlijk kan zijn, zonder dat we dat correct inschatten. Of anders gezegd, cognitive faculties die het bemoeilijken dat we dus helder, kritisch, rationeel, sceptisch denken. U kent misschien de cognitieve dissonantietheorie, die komt in essentie hierop neer. En dat is een zeer tricky iets, omdat ik ook niet goed weet wat je daar pedagogisch moet mee doen. Ik geef hier les over, ik geef hier lezingen over. En voor jullie zijn een uitzonderlijk publiek, in zekere zin, omdat jullie daarvoor openstaan. Maar als ik bijvoorbeeld op een school ga praten met veel moslimleerlingen en ik moet daar over evolutietheorie praten, ja, dan moet ik mij afvragen, hoe pak ik dat hier aan? Als je voor een groep homeopaten praat, sceptisch dus, kritisch, ja, hoe pak je dat aan? Want de cognitieve dissonantietheorie leert ons dat eens mensen een soort engagement naar een opvatting hebben. Ze zitten in de put en ze zitten daar goed voor henzelf. Ze hebben zichzelf erin gedraaid, ze hebben moeite gedaan, ze hebben daarover gepraat, over gelezen, misschien over geschreven, ze hebben dat toegepast, ze hebben daarover gediscussieerd, enzovoort enzoverder. Het is een stukje van hun identiteit in zekere zin geworden. Je bent een homeopathische arts. En zo. En je verdedigt dat en je staat zo bekend. En je krijgt kritiek en je hebt je daartegen verweerd en ga zo maar door. Dan heb je daar dus een soort engagement voor ontwikkeld. Als je dan geconfronteerd wordt met opvattingen die daar radicaal niet mee stroken. Bijvoorbeeld, stel, de meta-analyse van alle studies over homeopathie verschijnt in de Lancet. 20 jaar aan gewerkt door 100 wetenschappers en je krijgt daar geen spel tussen. En die studie toont aan, ja, het werkt niet. Oké. Wat doe je dan als homeopathische arts? Moesten wij redelijke wezens zijn, dan zeg je, ik heb mij al die jaren vergist. Ik ben blij dat ik er nu vanaf ben. Maar ja, beter dat, cut your losses, nietwaar, dan dat je tot het einde van je leven toe in de denkput zit.
Je zou eigenlijk moeten zeggen, dank u om mij uit de put te halen. Ik heb mij vergist. Dat is hoe het zou moeten zijn. Maar uit uw reactie alleen al voel ik aan dat u begrijpt, ja, dit is niet hoe het normalitair werkt. Integendeel, nu komt de clou, wat Festinger vaststelde. Mensen geloven er daarna nog meer in. Nog meer. En dat is een bizar iets natuurlijk. We houden liever vast aan een foute opvatting, die we dan moeten nog verstevigen natuurlijk, na de shock van de contra-informatie, dan dat we onze vergissing kunnen inzien en zeggen, goed, ik ga over naar een beter inzicht. Festinger heeft dat zelfs vastgesteld bij mensen die het einde van de wereld hadden voorspeld. Dat gebeurt elk jaar zo, je weet dat. En dus zo'n groep had voorspeld op die dag, nog 50 minuten zeg je? Ja. Op die dag vergaat de wereld. Een exacte dag. Natuurlijk, de wereld vergaat niet. Maar die mensen geloofden daar rotsvast in. Hadden hun kinderen van school gehaald, hun hebben en houden weggegeven, stop met hun job, weet ik veel. Nog de laatste dingen gedaan die ze wilden doen, hun helden uitgegeven, restaurants, weet ik veel wat. Maar de wereld vergaat niet. En de dag nadien sta je daar, hè? Dat is een beetje... Ja, mensen hebben daar een beetje spijt van, in feite. Dat ze nog bestaan daarna, want ja, hun ongelijk wordt wel tamelijk hard aangetoond daardoor. Niet waar? Maar nu komt de clou. Festinger stelde vast dat een groot deel van die groep, van die end-is-near groep op die dag, er ook daarna nog geloof aan bleef hechten. Aan de juistheid van de voorspelling. En u vraagt je, hoe is dit nu in godsnaam mogelijk? Wel, zij hadden binnen de 24 uur een briljante oplossing bedacht. Mensen zijn slim, hè? De oplossing was, kijk, de wereld zou wel vergaan zijn, want wij hadden dat berekend uit de Bijbel enzovoort, hè. Dus dat klopt volkomen, we hebben ons niet vergist. Maar God zelf heeft gezien, aha, er is daar tenminste toch nog een troepje gelovigen die echt de Bijbel geloven enzovoort, die echt in mij geloven. En dus in plaats van de wereld te vernietigen, geef ik de wereld nog een tweede kans. Door die groep van 40, 50 mensen daar, omwille van hen, laat ik de wereld nog wat toertjes verder draaien. Wat kan zo iemand dan zeggen? U begrijpt het geniale. Zo'n believer, die wordt de dag nadien bij wijze van spreken uitgelachen. Jawel, ik dacht dat de wereld zou vergaan. We lopen hier nog rond, het is al een dag verder. Maar dan kan die persoon zeggen, ja, maar mijn voorspelling was eigenlijk wel juist, maar ik kon niet weten dat God dat zou beslissen natuurlijk. En twee, lach maar zoveel je wil, want het is wel dankzij mij dat jij kunt lachen. Want had ik niet geloofd dat de wereld zou zijn vergaan, ja, dan was de wereld vergaan en dan kon je niet meer lachen. En dus ze zitten weer een paar metertjes verder de put in. Goed, conclusie, want ik voer hier telepathische blikken in mijn rug van Catherine. Ik heb niet alle aspecten kunnen bespreken, maar het is meerlagig. Wij zien ook patronen die er niet zijn, want we doen aan overinterpretatie. We zien verbanden die niet deugen. We benaderen de wereld intuïtief. We houden vast aan opvattingen waar we een emotionele band mee hebben. En we laten ons bedriegen door een beperkt aantal waarnemingen enzovoort. En er zijn nog andere factoren. We zijn slecht in statistiek, ook dat kunnen met het toeval niet goed omgaan. Dus al die zaken moet je eigenlijk samen in oogschouw nemen om te begrijpen hoe het mogelijk is dat ook zeer verstandige mensen soms in zeer onzinnige zaken kunnen geloven. Zo, dank u wel. Zijn er vragen voor Johan? Ja. Nico Mul is mijn naam. Ik heb een vraag. Namelijk uw verhaal, dat deed me heel sterk denken aan een verhaal wat ik ongeveer 30 jaar eerder gehoord heb. En namelijk bij een Skepsis-congres van Max van Boksel, de schrijver van het prachtige boek De Encyclopedie van de Domheid. Matthijs van Boksel. Matthijs van Boksel, ja. Sorry, ik kan ook iets vergeten. Het is een gewone vergissing. Maar u kent hem in ieder geval, dus dat was mijn eerste vraag geweest. Maar hij had de opvatting dat juist die mens, hij gaf altijd het voorbeeld van die houthakker die het tak doorzaagt waarop hij zelf zat. Maar die zei van, juist die mensen die zo'n domme dingen doen, die zijn juist slachtoffer van een intellect. Die vond de samengaan van domheid, vond hij niet het gebrek aan intellect. Maar juist de domme mens is vaak slachtoffer van zijn eigen intellect. Wat vindt u van die opvatting?
Ik zou daar even moeten over nadenken. Ik weet niet of ik het goed snap. Als hij geen intellect had, was hij niet zo slim geweest om iets te doen. Ja, wel, maar dan denk ik, dan sluit het aan bij wat ik hier probeer naar voren te brengen. Hè. Dus dat je slim genoeg moet zijn om zo'n oplossing te kunnen bedenken die dan toch fout loopt. Juist. Van Boksel heeft daar de term, als ik me niet vergis, morosofie voor bedacht. Hè. Dus de dwaze wijzen. En dat is eigenlijk ook waar het hier over gaat. Ja, ik denk dat dat klopt, die overeenkomsten. Nu is het zo, ik hou van die boeken van Matthijs van Boksel. Hij heeft er ondertussen al meer over geschreven, hè, dus ik vind dat heel prettig om lezen en heel interessant. Alleen, ja, je moet het dan ook nog verklaren hoe het komt natuurlijk. Hè. Dus daarom probeer ik uit psychologie en allerlei andere disciplines, wat ik hier heb kort samengevat, ergens te bedenken om te kunnen verklaren hoe het kan dat de wereld zo vol morosofen zit, hè, en dat wij het ook kunnen zijn. Hè. Want ik denk niet dat het typisch is voor bepaalde mensen. Dat er zo'n soort differentiërende eigenschap is die jij misschien wel hebt en ik niet. En dus ben jij kwetsbaar en ik niet. Ik denk dat het iets fundamenteel eigen aan de mens is. Het is een neveneffect van de manier waarop het brein spontaan werkt. Dat is mijn standpunt. Ja. Oké, Gert-Jan. Ik wil er in ieder geval even op wijzen dat Matthijs van Boksel op het congres van Skepsis op 2 november verder gaat op dit thema. Iedereen is welkom daar te komen. Maar mijn vraag gaat over iets anders. Is het nou eigenlijk zo, professor Braakman, dat het gemiddelde opleidingsniveau is behoorlijk gestegen de laatste 20, 30 jaar? Steeds meer mensen studeren af aan de universiteit en hbo. Hoe kan het nou eigenlijk zijn dat dat geen effect heeft gehad, althans niet zozeer, niet waarneembaar voor ons hier, op de verschijnselen die u beschrijft? Ja. Heeft iedereen de vraag goed begrepen? Ook achteraan? Ja, oké. Dat is een zeer goede vraag. Er zijn een paar antwoorden op, denk ik. Ik weet niet of het klopt, maar ik ga het proberen. Het eerste antwoord heb ik even aangehaald, namelijk dat ondanks beter geïnformeerd zijn, wat je hebt als je langer naar school gaat enzovoort, blijft uw brein wel op dezelfde manier werken. Ja. Je blijft ook als oogarts of als perceptiepsycholoog vatbaar voor optische illusies. Snapt u? Dus goed geïnformeerd zijn helpt u niet om de manier waarop uw brein werkt te kanaliseren, tegen te werken of wat dan ook. Je blijft dus in die zin kwetsbaar. Dit is hoe je brein werkt. Een ander aspect, dus aan het eerste kunnen we niet veel doen, maar aan wat ik nu ga zeggen waarschijnlijk wel. Wat natuurlijk niet wordt aangeleerd, ook niet aan universiteiten, ook niet aan die van mij in Gent, zijn de basisaspecten van wat ik kritisch denken doe. Ik vind dat eigenlijk alle studenten, om het even wat u volgt, welke discipline, basisinzichten zou moeten hebben in waarschijnlijkheidsrekening, bijvoorbeeld. In wetenschappelijke methodes. Hoe je een drogreden, een fallacy, kunt herkennen. En er zijn honderden van die drogredenen ondertussen blootgelegd. Aristoteles begon daar al mee met zijn weerlegging van de sofisten. Ik heb even verwezen naar de confirmation bias, maar je hebt zo honderden van dat soort zaken. Het is onbegrijpelijk voor mij dat niet op het programma van alle universiteitsstudenten staat. Sterker nog, dat niet in het middelbaar wordt onderwezen, zoiets. Dus we doen er alles aan om mensen op de hoogte te brengen van hoe ze met voeding moeten omgaan. Bijvoorbeeld als ik in de supermarkt iets koop, staat dat er allemaal in kleine lettertjes op. Ik versta er allemaal niet veel van. Maar God verbiedt dat ik iets in mijn lijf krijg wat niet gezond zou zijn of zo. Maar ik heb nooit op school eigenlijk als dusdanig kritisch leren denken. Dat heb ik maar gaandeweg geleerd, omdat ik het geluk heb gehad van te kunnen doctoreren enzovoort. Ik heb dat eigenlijk maar, om eerlijk te zijn, daarna leren kennen. Via de sceptische verenigingen en via de boeken van internationale sceptici, van Carl Sagan tot Michael Shermer enzovoort. Ik weet dat jij dat ook kent. Als ik dat in mijn kringen aan de universiteit vraag, kent u dat? Niemand kent dat. Laat staan dat men dat zou onderwijzen. Ik doe dat een beetje.
En nog hier en daar zo één of twee mensen zo. Maar dus eigenlijk, ja, we hebben wel de kennis, denk ik, maar ze is disparaat. Maar ze zit nog niet in een onderwijspakket. Niet structureel ingebakken. Moesten we het experiment doen dat we dat eens invoeren, dan zouden we kunnen nagaan op lange termijn, heeft dat effect enzovoort. Ja, dat kan ik nu niet zeggen natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat dat toch absoluut noodzakelijk is. Ja. Kijk, ook artsen, nee, excuus dat ik dit nog zeg, ook in de opleiding van artsen, dat is zoals met het vak ethiek, dat is ook zo'n beetje stiefmoederlijk, hè. Dat ligt mij ook wel nauw aan het hart. Maar zo kritisch nadenken, wat wij hier nu doen in deze studiedag, het soort interesses dat wij hebben. Bij mijn weten wordt dat eigenlijk nauwelijks ook in artsenopleidingen, die toch jaren duren, onderwezen. Dus daar is toch nog wel wat werk te doen. Ja. Daar is nog een vraag. Ja, dank u wel. Karel Dupré, hartelijk dank voor uw verhaal. Ik heb erg van genoten. Het laatste antwoord ligt me ook heel na. Het lijkt me fascinerend om dat meer in het onderwijs in te bedden. Ik vraag u om advies, want u vertelt heel goed over hoe je jezelf in een kuil kan graven. Ik zie dat van de zijlijn gebeuren bij een vriendin van mij. Die graaft dieper en dieper als medisch specialist, gelukkig niet naar haar patiënten, maar in haar eigen leven zoekend naar de waarheid, de richting die ze moet nemen. En komt zo, ja, nu heeft ze de stap gezet dat ik denk van, oh, ik ben te laat. Het is ook niet aan mij, het is een vriendin van een vriendin. Ja. Hoe haal je iemand uit de kuil? Wat kan je doen om ze te wijzen op alle fallacies en alles wat u genoemd heeft, zonder af te stoten? Of zonder ze dieper in te duwen. Dat risico loop je. Ja. Ja, dat is een buitengewoon interessante en belangrijke vraag. Ze is mij al vaak gesteld en ik heb ze ook al vaak aan mijzelf gesteld, al vele jaren. Nu, ik moet u bekennen, ik heb een boek geschreven en een hoorcollege gemaakt en lezingen enzovoort enzovoort over de vraag, hoe raak je in de put? Maar een boek, hoe raak je uit de put, dat kan ik nu nog niet schrijven. Ja, maar dat is heel wat moeilijker. Dat is heel wat moeilijker, omdat het een zeer gevaarlijke, subtiele kwestie is. Je kunt mensen er dieper in duwen. Maar niets doen is natuurlijk ook geen optie. Ja. Het enige wat misschien werkt, als het niet te laat is, inderdaad. Ik moet daar twee dingen over zeggen. Maar als je het puur rationeel wil doen, dan moet je een beetje geluk hebben dat die vriendin van uw vriendin zichzelf in de put aan het draaien is met redelijke argumenten. Dus niet omwille van emotionele redenen. Dat is niet echt een correcte tweedeling, maar toch. Als het puur rationeel is, ze heeft teksten gelezen enzovoort, naar een lezing geweest van een kwakzalver en dat heeft haar overtuigd, dan kan ze er misschien met rationele argumenten ook weer uitgedraaid worden. Maar als er een soort emotioneel commitment is, dan glijdt dat daar allemaal van af. Ja. Maar dus, als je denkt, ja, ze is eigenlijk wel in de put gedraaid geraakt door een boek te lezen van Deepak Chopra of weet ik veel wat, dan kun je daar misschien iets aan verhelpen door er voldoende tijd in te steken. Je moet daar ernstig nemen, je moet met haar debatteren, je moet daar vragen stellen zoals, kijk, wat zou jou kunnen overtuigen van jouw ongelijk? Je moet dus een soort metadiscussie voeren. Ja. Kun je overtuigd worden van je ongelijk? Moet je aan haar stellen. Dat is een faire vraag. Jij kunt ook overtuigd worden van jouw ongelijk. Ik van mijn ongelijk. Als er studies komen die aantonen homeopathie werkt wel, significante resultaten enzovoort, en niet één studietje, maar voldoende, dan zal ik mijn mening moeten herzien. Dat kan ik gewoon zo zeggen in een discussie met een homeopaat. Zij moet ook zoiets kunnen doen. Dus dat is fair. Hè. Dus dat soort meta-kwesties, filosofische vragen eigenlijk, wetenschapsfilosofische vragen, moet je haar voorleggen, denk ik. En dan gaan discussiëren over de feiten. De studies erbij halen. En niet daarom de oren slaan met YouTube-filmpjes of lange e-mails of zo. Je moet dat stukje per stukje doen, want mensen kunnen niet alles tegelijk doen. Je praat over één grote studie, belangrijke studie, en daar stop je voldoende tijd in. Je gaat met haar gaan eten, dus je moet erin investeren. Ik hoop dat ze het waard is. Bon. Het tweede puntje... Ja, bon. Dat hoeft niet onaangenaam te zijn ook. Hè. Het hoeft niet onaangenaam te zijn. Maar het tweede punt is, maar dat is een beetje een truc onder de gordel in zekere zin. Dat weten we door de studies van mensen die in secten terecht zijn gekomen en familie is dan radeloos en zo. En hoe krijg je die daar weer uit? Of mensen die zogenaamd radicaliseren. Dat is een vergelijkbare psychologische dynamiek. Ja. Wat vaak lijkt te werken, is dat
als je kunt aantonen dat diegenen waar die mensen naar opkijken, de goeroe in een secte, ik weet niet of er een goeroe is in... Er kan een auteur zijn of een spreker zijn of een of andere arts zijn, die een kwakzalver enzovoort. Dus soms bestaat dat. Maar als je kunt aantonen dat die persoon helemaal niet zo oké is vanuit moreel perspectief, dat kan ook werken om hen aan het denken te zetten. Ja, dus dan moet je natuurlijk een beetje in het leven van die mensen gaan graven. Dus ik bedoel het volgende. Men hecht geloof aan wat zo iemand zegt. En automatisch denkt men dan ook, dat moet dus ook wel een integer persoon zijn. Maar als dan blijkt dat die eigenlijk dat de goeroe seks heeft met minderjarige meisjes of zo, en je kunt dat aantonen, dan valt die van zijn voetstuk op het morele vlak. En dan kan de rest ook volgen. Zie je? Dus graaf, doe wat speurwerk in... Ja, het seksleven van... Ja. Ik zeg maar wat ik hier weet uit de literatuur over secteleden. Hoe die er weer uit geraken. Ja, oké. Okay. Oké, volgende vraag. Jan Sink als psychiater, ik dank voor uw lezing. En ik ben al heel lang een fan van u. Maar dit wat u nu vertelt, dat raakt meteen waar mijn vraag over zou gaan. Wat u nu zegt, het graven in iemands verleden, hè. Bijvoorbeeld in het verleden van Freud, een Breuer. Als je daarin graaft, kun je zeggen, er is ook een man geweest die een boek heeft geschreven, dat het oplichters waren met de kennis van nu. Hè? Snapt u wat ik bedoel? Ja. Volgende opmerking is, Barnais, de neef van Freud, die in 1939 de theorie van Freud naar Amerika heeft gebracht, waardoor president Wilson verkozen is, die is... adviseur geweest van de president en die heeft al die, heeft het consumentisme, de propaganda ontdekt, hè, wat allemaal gaat over het manipuleren van al deze onbewuste mechanismen die u nu ook beschrijft. U zegt psychologie, wat is vooral de psychodynamiek en de psychoanalyse die deze dingen bestudeert, want we worden er dagelijks aan blootgesteld. Het wordt ons wijsgemaakt dat de witmakende tandpasta bestaat en volgens de Consumentenbond bestaat die niet. Men zegt dat er uit een Senseo-apparaat heerlijke koffie komt. Het is echt niet op te zuipen. Nog steeds niet. Dus ik zou daar nog wel eens een lans voor willen pleiten. Het gevaar ook weer dat je daarmee een hele theorie, althans in Nederland, wegzet. Die in de rest van de wereld, en bij Unilever, gemaakt is van deze psychodynamiek dagelijks gebruik. In de reclame, de televisie en weet ik wat allemaal. En ook de alle politieke partijen. En Trump doet hetzelfde. Ja. Ja, ik kan u wel volgen, maar dat gebeurt niet, denk ik, op basis van inzichten van de psychoanalyse. Ja, waarschijnlijk. Maar het is de theorie van toen, hè? Want het heeft zich in de ja. wereld al tegen ja. ja. Ja, en alles verouderd natuurlijk, uiteraard. Hè. Maar kijk, voor de duidelijkheid, ik ben niet bepaald een fan van de kernaspecten van de Freudiaanse leer en ook niet van de meeste volgelingen. Ja. Oké. Okay. Maar als u dus de verwijzing naar Freud en psychoanalyse laat liggen, dan zal het wel kloppen natuurlijk dat er in marketing, reclamewereld enzovoort gebruik gemaakt wordt van psychologische theorieën om mensen aan het kopen te zetten of om mensen te beïnvloeden enzovoort. Ik denk dat de meeste mensen die er gebruik van maken dat in een zekere zin eerder wat intuïtief doen. Kijk, we hebben bijvoorbeeld studies die erop wijzen dat leugens, onwaarheden, fake news, dat verspreidt zich veel sneller dan de rechtzettingen. Dat weet eigenlijk iedereen. We hebben daar studies over, maar eigenlijk weet iedereen dat wel. Wel nu, als je een politicus bent met een slecht karakter, dan maak je daar gebruik van. Snapt u? En dat kun je op de zaken toepassen die je zelf ook aanhaalt. Hè. Je moet daarvoor geen doctoraat in de psychodynamiek of wat dan ook gehad te hebben. Maar het kan misschien helpen. Hè? Als je wil, kun je mensen op die manier manipuleren. Het zal wel. Zou het jammer vinden als we in uw verleden zouden gaan graven, iets zouden vinden, vast wel, bij mij ook, hè? Waardoor u ongeloofwaardig zou worden? Dat vind ik geen verre manier. Ja, maar dat bedoelt u nu... de verwijzing naar Freud bedoelt u? Ja. Dat je naar iemands verleden gaat graven, en op die manier, wat hij nu probeert te doen met Joe Biden, hè, naar het verleden te zoeken, of je iets kan vinden, is geen verre truc. Ah, dat bedoelt u, ja. Mijn antwoord daarnet, ja. Nee, maar ik heb het niet over het verleden, hè.
De Bachman stond daar met zijn 100 Rolls Royce'en en zijn seks met al de vrouwen enzovoort. He. Dat was hic et nunc he, op het moment van dat de secte bestond. Niet per se het verleden, want wat dat betreft ben ik het met u eens. Afhankelijk van misschien waarover het gaat. Als ik vroeger in de gevangenis zou gezeten hebben, op zich doet dat geen afbreuk aan wat ik hier nu vertel. He. Je moet die twee niet door elkaar halen. Het gaat over het feit dat die mensen redeneren dat de goeroe gelijk heeft en in één adem door dus ook een moreel zeer integer bewonderswaardig persoon is. Dan denk ik, is het fair, à la guerre comme à la guerre, zegt men, hè, om erop te wijzen dat dat niet noodzakelijk klopt. Ja. Oké, nog één korte laatste vraag. Daar is een vraag. Even wachten tot de microfoon is, anders dan kunnen we u niet horen. Ik wou zeggen, er is nog hoop. Er is ook aangetoond dat bij hoger opgeleiden minder mensen zijn die aan God geloven. Dus er werd gezegd van hoe intelligenter je bent, hoe je blijft toch gevoelig voor sprookjes. Maar dit is wel vastgesteld dat ook het geloof in God onder goed hoogopgeleide lager ligt dan onder laagopgeleide. Ja, dat is juist, maar ook binnen hogeropgeleide zie je toch interessante verschillen. In de National Academy of Sciences heeft het grootste aantal atheïsten, dat is juist. Maar als je dat dus wat verder onderzoekt, de evolutiebiologen die scoren zeer hoog qua atheïsme, maar op bijvoorbeeld ingenieurs heeft dat een veel minder effect. Dus dat is interessant om je dan af te vragen, dat sluit aan bij mijn verhaal, hoe komt dat dan dat het bij de ene groep werkt en bij de andere niet? Hè? Dat vind ik dan weer interessant. Maar het is juist wat u zegt. Hè? Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Het licht is al uitgegaan achter in de zaal. Ik wil alle sprekers heel hartelijk bedanken voor een fantastische bijdrage.